daar zijn we weer. Kennelijk loopt mijn geluid een beetje te falen. Dat vind ik niet heel leuk, zeg maar. Nee, ik geloof niet in het verhaal, sorry. Ja, ik, Oxy, ik ga ervoor zorgen dat ik morgenmiddag even een gaatje ergens kan... Ik zorg gewoon dat ik morgen wel eventjes ga streamen. Meer woorden ga ik niet aan filmen. Had ik af en toe niet gewoon vragen van waarom daar. We wonen mee samen. Ja, dat is een hele goede dan. Maar toch moet je morgen gewoon... Maar... Nee, je moet helemaal niks natuurlijk. Ik ga morgen een kleine tutorial doen hoe je in ieder geval via Twitch goed gaat streamen. Ik wil zelfs eventueel de setup laten zien van mijn capture card, maar dat is bij iedere capture card toch weer anders. Dus ik weet niet of dat wel nut heeft. Nou, waar gaan we nu weer naartoe? Kikkeriko. Oké. Oh, krijgen we dit gedeelte. Haat. Oké. Haat aan dit gedeelte. Volgens mij, ik weet niet zeker of het zo is, maar volgens mij is het echt het enige gedeelte geweest waarin ik echt vast heb gezeten. In Twilight Princess. En met vast bedoel ik ook echt vast. Het was zo zwaar. Goed, hebben jullie er nog een beetje zin in, jongens? Want de chat lijkt een beetje dood. Ik weet het natuurlijk niet zeker, jongens. Hallo? Hallo? Tuurlijk, oké, mooi. Mooi. Oh, je kijkt ondertussen het ongelooflijk einde van de wedstrijd. Nou, geloof het maar, staat achter. En Ricardo speelt Skyrim, dus die heeft geen oog voor de info, oké? Duidelijk. En dan is het Disneyfilms te kijken. Volgens mijn X-Splits kijken er maar 3 mensen op dit moment. Terwijl mijn Twitch toch heel iets anders zegt. Als je met de stream gebeurt, ik kan een geluidsprobleem. Ik heb hem gereset. Dat was de tweede al vandaag. Als hij het niet doet, refresh je even inderdaad. Kijk, luister wel. Oké, mooi. Netjes. Ja, we gaan weer een nieuwe skill leren. Woehoe! Meet again. Oh, waarom nu nou zwaard weg? Dat is niet de bedoeling. Ja, doe het weer. En ik kan door een roosje wel drogen. Dat is waar. Een mortal draw. Dat is wel vet. Ik heb alleen net niet erop gelet wat ik moest doen. Oeps. Ja, dit is geen abuse van de enemy. Oké. Is je shit,
Master Sword. Zoiets. Ah, dat was het. Lang geleden. May we meet again. Oh yeah. We may not meet again. Nu ik weer door het pad gaan ben, realiseren wat fucking fantastisch. Ja, dat was echt vette Zurk. Ik vind het echt jammer dat ik die gemist heb, want ik heb gezien dat je die inderdaad aan het streamen was. Yes. Dus daar baal ik wel een klein beetje van. Ik kan hem wel graag willen zien. Niet dankzij John weet ik weer hoe awesome Dinges is. Link's Awakening. Oh jee. Ah ja. Dat is veel te veel geld. Turtle Rock is echt. Ja. Ja, ja, eigenlijk wel. Want ja, yes, ik zag hoe je vanmiddag. Ik zag hoe je vanmiddag bezig was met de. Is dat dier? Ik weet niet. In ieder geval in de boots. En ja, dat ging niet helemaal lekker volgens mij. Hoe nice is het dan? Heel nice. Skullwoods, dat was hem. Ik was me even kwijt. Oh, dan moet je natuurlijk die stok vinden. Toch? Even kijken. Call of Heavens inderdaad. Ik zal maar eens even lezen, want dat is een heel verhaal. Ik had zoiets van too long didn't read. Ik had vandaag een gratis laptop gefixt. Beter was dan mijn oude, maar ook niet heel goed. Hij was gratis, maar een paar keer kapot waren escape pads. Maar ik vraag van los tot USB. Ja, dat is wel netjes. Yes, als je het een klein beetje goed doet, dan heb je echt, kan je het halve level skippen. Die kan je echt in speedruns kan je die als snelste doen waarschijnlijk. Ja. Ik moet eerst de memory back halen natuurlijk. Oké. Even Emil. Moet ik nou inderdaad die stick gaan halen? Dus eerst terug naar Hyrule Town en dan niet weten wat happened. Eens wat je moet hebben is je Bosky de Firewind. Die Firewind die kun je al halen naar 4 rooms ofzo. Dat is nu een kleine trading sequence. Ja, en niet zeggen wat ik moet doen, want dan word ik zelf achterkomen. Ik praat nog gewoon met die vent. Shed stil naar de leven. Ik moet leven maar lucht. Oké. Niet zeggen Emil, ik ga het zelf doen. Je krijgt die training sequence en uiteindelijk moet je een stick krijgen. En daarmee refresh je Ilya's memory volgens mij. En dan kan je weer andere dingen doen. Dan wordt die Dominion Rod gaat weer werken volgens mij. Althans heel even kort uitgelegd in ieder geval. Ik was alleen vergeten dat je die training sequence had. Die wist ik even niet meer. Nee! Ik wil niet met je praten, heks. Ja, ik ga, nou ja, Zurk, we gaan binnenkort, hebben we een Link to the Past race op dit kanaal, hè, dus, dus dat komt helemaal goed. Dan zal ik hem ook eens door gaan rushen.
paard staat er nog steeds een beetje niks te doen. Zo. Ik weet niet. Epona. Epona? Of zei dat nou? Of zei iets anders? Ja, Epona is het volgens mij. Top. Ik weet eigenlijk niet hoe ik hem genoemd heb. Nee, maar de officiële naam is volgens mij Epona. Originele is Epona. Dat beeld is zo gigantisch mooi. Ja, zeker. Tijdingen te doen, denk ik, met je camera en zo. Ja, daar heb ik geld voor nodig. Heb ik niet. Ik kan hem krijgen voor €200, maar ik heb geen €200. Oh, je bedoelt, oh wacht, Emil, je bedoelt het zo. Ja, kan. En hey, welkom terug, dank jullie. Welcome back, of WB. Ik wil niet met je praten. Ga weg. Ik heb belangrijke zaken te doen. Ik moet herinneringen van een meisje terughalen. Klopt zeg, dat is toch veel belangrijk. Ricardo, je hebt hem naar Koek genoemd, dus je paard die doet ook aan telcels of zoiets. Ik heb echt geen idee hoe ik mij heb genoemd. Nee. Het zou episch zijn als je Link gewoon Amir noemt en je paard gewoon Koek of zoiets. Ja. Koek en Amir. Mensen kunnen op een gadget. Oh, nou moet je naar de dokter inderdaad. Dan kan je sniffen en dan ga je. Ja. Oké. Cave Ordeals. Nee, die kan je volgens mij nog niet in. Volgens mij moet je daar echt. Echt alles voor. Ricardo, you can read my game. Dus je hebt serieus gewoon een ding Amir genoemd ook. Ja, maar dat kan. Je kan niet de ene koeken noemen en de andere niet Amir. Dat kan niet. Het is een duo. Als je de één koekje noemt, moet je de andere Amir noemen. Geef toe. Wat hier nou ook nog iets trouwens? Amir en Koek zijn samen één inderdaad. Oké. Nee, wie Koek zegt, moet Amir zeggen. Ja. Helemaal mee eens. Miltrin Rova kreeg je al mee als nickname, ja. Oh, zo true. Er is geen koek zonder Amir. En er is geen Amir zonder koek. Wel? Nee. Oh ja, inderdaad, anders klopt het allebei niet meer. Kijk toch eens op. Kijk eens. Da-da-da-da. Ik ben nog steeds van mening dat Emiel gewoon serieus gewoon Amir en Koek gewoon in één kamer moet zetten en dan gewoon de hele dag opnames maken voor een Telcel reclame ofzo. Ja. Ja, maar we hebben toch al, ze waren toch al over eens dat ze Troy en Abed TV gaan maken, alleen dan Koek en Amir. Hebben ze al eens gedaan voor een schoolopdracht. Ja, het is ook gewoon een dynamisch duo. Geef toe. Oh god, Emiel, je bent echt baas als je die kan vinden. Als je die kan vinden, stuur hem. Ik ga hem hier streamen. Inderdaad. For sure. Dan moest je als hond hier iets gaan doen, maar wat ook alweer. Oké, Octodad is één ding, maar Koek en Amir, dat is gewoon beter. Wat er is. Ja, echt, Midna is ook zo helpvol als het maar kan zijn, hè? Jongen. Vind je? Nee. Ik moest hier iets doen, maar ik... Wacht. Het is in ieder geval beter dan Navy die er dacht hij aanloopt. Hey, ja, maar is als, hey. Oh, ja, nou, sorry. Met Navy kun je ook alleen praten als zij iets wilde zeggen. Oh ja, dat is wel. Zo kunnen. Dus in dat geval is Twilight Princess gewoon makkelijk, omdat je ook Midna om hints kan vragen af en toe. Ja, maar Midna zegt niet zoveel, dan kan je beter met Fire praten, die is tenminste nog handig. True. Ah, Emiel had het even eerder gezegd, ik begin net een potje. Emiel? Yes, oh nee, Zurk bedoel ik. Nee, ik wil het zeggen, Emiel heeft iets gezegd dan. Mijn fout. Tip, Baron Nashor appears at the 15 minute mark in game. Goh. Kan ik niet gewoon hier in een wolf veranderen ofzo? Opgelost!
Wat moet je ergens even snuffen? Summer name.